Ik vond het fantastisch. Ik had eigenlijk helemaal geen idee wat ik kon verwachten. Want we gingen eigenlijk ook voor ONS, omdat we daar toch wel ook muziek thuis van hebben. Ja. Natuurlijk met Huub Stapel en wat er dan omheen hangt, zal ik maar zeggen. Nou hebben wij dit als een geweldige ervaring gehad deze avond. Vooral ook omdat er mensen met dementie en Alzheimer, die komen daarin voor in dat stuk. En je hebt toch altijd in je omgeving vrienden waar de ouders dan ook deze ziekte tussen aanhalingstekens hebben. En dat heeft wel iets bij me losgemaakt. En we hadden tegen elkaar gezegd van, hoe zou dat gaan als wij straks samen... Doordat we dit zagen, kwam de gedachte, ja, het zou ons ook over kunnen overkomen. Hè? Ja. En hoe reageer je dan? Ja. Ik vond het aangrijpend. Ja, het was het ook. Ja. Ik had af en toe even natte ogen. Ja, ik vond het heel aangrijpend. En dan muziek, dus het was een heel mooi verhaal. Ja. Aangrijpend verhaal. En dan de muziek erachter, fantastisch. Ja, ik heb echt moeten huilen, het kwam echt binnen, dus ik vond het zo mooi. En mijn ingang was eigenlijk Romanezen, maar ja, het was echt super verrassend. Dus ik ben heel blij dat ik ben geweest vanavond. Ik vond het heel indrukwekkend, een heel mooi verhaal met een lach en een traan. En Romanezen natuurlijk, hè, daar komen we toch wel een beetje voor. Ja.